Vandaag in Wegmisbruikers heeft deze bestuurder veel te weinig zicht in zijn buitenspiegel. Met die helm die je op hebt, heb je ook geen zicht. Moet je het hoofd draaien. Ja. Precies, zie je ook geen fietser als je hoofd draait. Als ik dan mijn hoofd draai, zie je ook de fietser. Ja. Negeert deze jongeman de verplichte rijrichting? Hey, dan had je hier af mag gewoon. Kan je me nog beter filmen of zo? Laat hem nou gewoon normaal. Hij schijnt op mij. Ja. Hij kan beter gewoon die camera gewoon op jullie richten, niet op mij. Ga maar in je auto zitten, ja. Hè. En klopt er helemaal niets van deze aanhanger. Maar kan u ook het vel over de neus trekken, hè? Ik hoop ook dat u ziet naar Nederland naartoe wilt. Nou, ik hoop niet die kant op waar u naartoe wilt. Nee, want dat lijkt me niet slim. Ja, nou, laat me voor me poppen. Ja. Beter. Nee, we zijn blij met mensen zoals u. Als motorrijder is het verstandig om voldoende afstand op je voorligger te bewaren. Want hoewel je misschien anders zou verwachten, is de remafstand van een motorfiets langer dan die van een auto. Deze BMW-rijder lijkt hier niet mee te zitten en houdt er sowieso een merkwaardige rijstijl op na, want hij hoekt de motor om zijn voorgangers heen zonder richting aan te geven. Hoogste tijd voor een indringend gesprek, zoals we zien in Wolfhezen op de Rijksweg A50. Surveillanten Peter en Marcel zitten achter een BMW-rijder die geen richting aangeeft en veel te dicht op de bumper van zijn voorganger kruipt. De agenten starten een trajectmeting om te kijken bij welke snelheid er wordt gekleefd, en ondertussen hoekt de motorrijder om zijn voorligger heen. Rare bewegingen. De snelheid houdt hij gewoon vast op 130. En dan gebruikt de motorrijder eindelijk zijn richtingaanwijzer. Ja. Hey, hij doet het. 5 meter afstand, dat is wel kort, maar ik wil je wel even aan de kant moeten hebben. Kruip je ook in. Nou. Nu ook weer. Ik zal hem wel even laten lopen, maar het is nog minder dan 10 meter. En het is nog geen autolengte. Het is 200 meter. Het is 200 meter kleven. Hoogste tijd dan ook om deze motorrijder staande te houden. Marcel spreekt hem aan. Goedemorgen. We hebben een aantal beelden van u gemaakt. Ja. En er zijn een paar dingen die opvallen. En ook wel dingen die ons niet bevallen. Snap ik. Ja? Ja, dat okay. Zou ik niet aan. Nee, klopt. Dat klopt. Heeft u er beeld bij dan, als ik dat zo zeg, wat dat zal zijn? Ik rijd iets hard. Okay, ik maak niet veel gebruik van giplift. Inderdaad, heel weinig, opvallend weinig. Ja. Ja, en we hebben nog iets over de positie en afstand en hoe u zeg maar van baan verwisselt. Okay. Laten we u even zien. Mijn collega heeft het al uitgelegd, hè, de beelden. Een beetje. Je kent ze van tv. Ja, welk programma is het dan? Wegmisbruikers. Oké. Okay. Dus, leuk. Even kijken, is het A50? Ik ben er aan om bij te komen. Ja? Oh, nou, het is je vandaag gelukt. Hier zit op de 50. Je kan naar links en rechts. Ja. Gebruikt de richtingaanwijzers. Ja, eigenlijk ik niet. Niet veel. Nee. Zeg en schrijven 1 keer. Misschien dat je een keer of 8 van rijstrook bent veranderd. Hoe bedoel je in de tijd dat je mij volgt? Ja. Ja. Vind je dat niet gezond dan? Nou, ze zitten er niet voor niks op. En het is voor de achteropkomende... Om richting aan te geven. Dat kan ik wel eens. Ook je manier van rijstrook wisselen is heel hoekig. Ja, ik wil zo min mogelijk links rijden. Ik heb zo veel mensen die links rijden. Nee, dat snap ik. Maar doe het wat geleidelijker. Want je beweging... Maar wie is daar last van als dat zo doet? Nou, daar zou je zelf last van kunnen krijgen. Hoe dan? Als er iets op de weg ligt... Ja. Wat je niet ziet, en zeker met deze snelheden... Ja, dan ben je gewoon te laat. Je kruipt naar de auto toe. Nou, er kan misschien nog net een personenauto tussen... En je rijdt hier wel met 120 km per uur, hè? Echte kilometers. Als er dan wat gebeurt, ben je ook altijd te laat. Kijk, nu gebruik je je richtingaanwijzer. Dat was de enige keer. Ja, maar dat komt omdat ik de situatie inschat dat hij dat waarschijnlijk nodig heeft om te zien. Over het algemeen, als ik het niet gebruik, dan heeft er ook niemand die erop zit te wachten om te zien wat ik ga doen. Daar heb ik een beetje voor. En dan moet ik zeggen, dit is een leenfiets. Dus zit hier ook gewoon heel irritant. Dus ik ben er niet aan gewend. En kijk, hier ook weer eens even naar je tussenafstand, hè? Ja, daar kan ik me wel even. Ik snap 13. Niet dat je iets zegt over het links naar rechts gaan. Ik hou me gewoon aan zo snel mogelijk naar rechts rijden. Ja. Dat vind ik gezond. Maar dus jouw argument daarop is van, er kan iets gebeuren waardoor ik onderuit glijd. Ja. Daarom is het niet slim dat ik het zo doe. Ja. Oké. Okay. Krijg ik ergens een bekeuring voor? Ik kijk hier ook weer naartoe. Ja, het is toch het afstand houden van... Ja? Ja, het kleven. Even kijken. Hier staat geen bedrag op.
Dat bepaalt de officier. Echt waar? Ja, in dit geval wel, ja. Gaat ik over, heb het trouwens eerder in maart heb ik eentje van tripleren. Of tripleren, ja. Tripleren, ja. Dat zijn drie jaar. Maar ik heb nooit binnen gehad. Is dat dan niet te bepalen of zo? Oh, vreemd. Geen vragen meer? Nee. Nee? Ik vind het duidelijk, ik vind het leuk doen. Nou. Goed weekend. Ja, zelfde. Rij voorzichtig. En bewaar vooral de nodige afstand op je voorligger. De bekeuring voor het bumperkleven loopt via de officier van justitie. Van Gelderland dalen we af naar de regio Zeeland bij Kruiningen op de Rijksweg A58. Surveillante Rinus en Erik hebben een bellende bestuurder van een Volvo S40 in het vizier. Laat je hem de kussen zakken? Ja, ik laat hem de kussen zakken. Gaat nu het bordje omhoog? Hij is al klaar met bellen. Ja. Goeiedag. Meneer, mijn naam is Van der Guchten, verkeerspolitie. Ja. We laten u even stoppen omdat u zit te telefoneren onder het rijden. Ja, klopt. Ja, daar krijgt u een bekeuring voor. Ja. Omdat we dat graag anders zouden zien. Ja. He, het liefst dat er helemaal niet gebeld werd. Ja. Maar als het dan toch moet, in ieder geval hands-free. Ja, een kaakit. Hoe komt het? Nou, ik zei het al, laatst is er bij me ingebroken. Ja. En toen hebben ze meegenomen. Ja. Dus, ja, dat is... En ik heb nog geen idee. Ja, de kaakit begrijpt ja, u. Of, ja, ik had zo'n klep aan het dak. Ja. Geen excuus. Nee, precies. Ja, ik kan heel simpel zeggen, dan moet je niet meer bellen onder het rijden. Of even stil. Ja, god, dat blijkt niet altijd zo te werken. Maar ongemerkt past uw rijstijl ook een beetje aan op het bellen, hè? Want ik weet niet of je normaal altijd met het vrachtverkeer mee hobbelt. Nee, als ik bel, dan rijd ik. Nee, precies, maar het valt gewoon op. Op het moment dat je zo'n auto achter, de hele tijd achter zo'n vrachtwagen ziet zitten, dan hebben we al een aandachtspunt van, hey, die meneer die ziet misschien wel iets te doen wat niet helemaal tijdens het autorijden thuis hoort. De boete is €160. Ja. Krijgt u tezijndertijd bericht van thuis van het CJEB in de vorm van een girokaart. Ja. En dan begeleidend schrijven. Komt ook nog €6 administratiekosten bij. Dat meent het CJEB u in rekening te moeten brengen. Dus de totale schade is €166. Ja. Maar dat staat op de girokaart die u ontvangt. Goed, dan hou ik u niet langer op. Goeie reis verder. Hey, dank u wel. De bekeuring voor het bellen bedraagt €160, maar is inmiddels verhoogd naar €180. Van Zeeland klimmen we op naar de regio Utrecht bij Almere op de Rijksweg A27. Surveillanten Willem en Raymond zitten achter een Ford-bestuurder die de vaart er stevig in heeft zitten. Ja, dat was toch te gek, hoor. Dit wordt toch te gek. Vind je niet? Twee meter. Maar hij spiegelt ook op geen enkele manier, hè? Nee. Is dat ook? Aardig dicht achter bij 137. Wat draad vind je? Ja. Achter de draad zit dan boven op de brug zitten twee listige kikjes. Ja. Met op- en afgaan van de brug. Zie je hem gaan? Adviesnelheid van 70 in deze bocht. En dat gaat toch wel met... We rijden nu op 120 zo'n beetje. 118 gemiddeld. Ja. Het begint nu een beetje te jakkeren. Ja, dat is het ook. Dus, en wat krijg je dan? Dat andere bestuurders voor je op de rem moeten. Ik denk dat we er maar even blauw-blauw op moeten zetten. Ik kan erachter. We gaan altijd tussen, hoor. Nee. Ik denk dat maar zo'n EMG moet worden. En een EMG is een driedaagse cursus die je zelf moet betalen. Ja, ik kom maar net boven het stuur uit. Ja. Volg deze. Ja. Meneer, goedendag. Mijn naam is Raymond Veldhuizen, via verkeerssurveillance. De reden dat we u laten stoppen is uw rijgedrag. Ik wil u graag even uitnodigen om de beelden terug te zien in de auto. Goedendag. Hallo. Hallo. Daar bent u. Dit is onze gecontroleerde en geëikte snelheid. Nou, we zitten de geruime afstand achter u. Maar u blijft versnellen. Ja, ik snap het niet. Want ik reed hier, zeg maar, in het begin reed ik een stuk 160, 165. We reden hier achter me aan. Nou, ik ga 150 rijden, ga je hem voorbij. Maar jullie gingen me niet voorbij. Ik dacht, maar ja, daar niet. Nee, maar goed. Dus ik begreep het niet. Ik dacht, nou, die auto die wil ook hard rijden. Dus laat hem er maar langs gaan. En toen waren die er niet langs. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik weer 160 rijden. Dat is nog 40 te hard. Ja, klopt. Ik weet het. 159 gemiddeld. Over 2702 meter. Mm-hmm. En daar hebben we 61 seconden en 7 tiende over gedaan. Over de overschrijding hoeft u geen verklaring af te leggen, uiteraard. Maar u weet dat u daar maar 120 mag? Okay. En wat was de reden dat u harder reed? Ja, ik had eigenlijk gewoon een beetje haast. En, dat heb ik wel eens. Nou, en dan komen we hier. Dan gaat u heel dicht achter uw voorganger rijden. En dat doet u ook consequent. Iedere auto die voor u rijdt,
daar gaat u heel dicht op zitten. Op het moment dat die voorligger, om wat voor reden dan ook, moet afremmen, bent u altijd te laat. Hier gaat u eraf en dan krijgen we die mooie bocht met die hele grote bulten. Met een adviessnelheid van 70. U gaat er gewoon met bijna 120 overheen. En dat zijn best... Ja, maar ja, goed, wij willen u blijven volgen. Dus nou, dan haalt u op een gegeven moment rechts in. Dat is hier. Ja, ik heb het ook. Ja, maar dat komt door uw snelheid. Als u zich aanpast aan de rest van het verkeer en gewoon meegaat... dan hoeft u niet rechts in te halen. Dan kunt u gewoon achteraan sluiten. Wij gaan u aanmelden voor een educatieve maatregel gedrag. Ja. Dat houdt in dat u naar een cursus moet. Ja. En die cursus moet u volgen. Die duurt een aantal dagen. Die moet u ook zelf betalen. En doet u dat niet, geeft geen gevolg aan die oproep... dan wordt u rijbewijs ongeldig verklaard. Oké, maar ik krijg geen boete. U krijgt wel een boete, ja. In ieder geval voor de snelheid en het kleven. Even kijken. Dit is de snelheid. 159 gemiddeld. Mm-hmm. Gaat de correctie af van 5, 154. U mag 120 km per uur. Dit is het bedrag wat eraan vasthangt. €223. Plus €6 administratiekosten. Dit is voor het kleven. Hier staat geen bedrag ingevuld. Dat bepaalt justitie hoe hoog daar de boete van is. Goeie reis. Dank u wel. Hou het rechtervoetje in bedwang. Oké. Daar. Deze bestuurder is flink te sjaak, want naast de bekeuringen voor de snelheid en het kleven moet hij een verplichte EMG-cursus volgen. Straks heeft deze bestuurder veel te weinig zicht in zijn buitenspiegel. Met die helm die je op hebt, heb je ook geen zicht. Moet je op je hoofd draaien. Ja. Precies, zie je ook geen fiets als je hoofd draait. Als ik dan mijn hoofd draai, zie je ook de fiets. Ja. Negeert deze jongeman de verplichte rijrichting. Ik dacht dat je hier af mag gooien. Kan je me nog beter filmen of zo? Laat hem nou maar gewoon normaal. Hij schijnt op mij. Ja. Hij kan beter gewoon die camera gewoon op jullie richten, niet op mij. Ga maar in je auto zitten, ja. Hè. De politie houdt regelmatig grote verkeerscontroles... en vaak wordt hierbij samengewerkt met de Belastingdienst. Op deze manier worden namelijk niet alleen wegmisbruikers aangepakt... maar komen ook achterstallige betalingen aan het licht... waarmee de overheid twee vliegen in één klap slaat. De politie Limburg-Noord houdt vandaag een grootscheepse controle... en natuurlijk valt hier weer van alles te beleven... zoals ze zien in Venlo op de Hagerhofweg. Het is vroeg in de ochtend als de politie de eerste voorbereidingen... voor de controle treft. Ook de Belastingdienst is ter plaatse met een zogeheten ANPR-auto... waarmee fiscale wanbetalers uit het verkeer worden geplukt. Verkeershandhaving, algemene verkeerscontrole in samenwerking met de Belastingdienst. Ik zag hier van dit een hele goede nieuws. De visser is op de uur gestaan. Maar die staan weer terug aan de controleplaats. Dankjewel. Dat heeft gewoon met dit rieuwnieuws gehad. De Belastingdienst, die hoort door de meulen. Is er niks aan het ziet je zo weg. Eerst de wagen aan de hand, je kunt even een collega van de Belastingdienst met een broodje met maken, ja? Deze bestuurder wordt nagetrokken in het systeem van de Belastingdienst... en blijkt een openstaande vordering te hebben die meteen moet worden betaald. En ook de golfrijder die we even later aantreffen heeft zijn zaakjes niet op orde. Ik had even graag dat u motor af wilt zetten. Ja? Had ik even graag uw rijbewijs en het kentekenbewijs van de voertuig alsjeblieft. Is u ook een origineel rijbewijs, meneer? Nee, dat ligt in Rotterdam. Dat ligt in Rotterdam? Ja. Nou, hier is wel u... Dan maak ik je paspoort dat. Ja, dankjewel. Dit is meneer van de Belastingdienst. Ik sta hier te woord. Nee. Ja, je moet gewoon eigenlijk. Ik kom het nog even wat afrekenen, op jouw spul. 29,37 euro. Oh nee, dat is het niet. Ik heb 2 aanslagen omzetbelasting. Ja, nee, maar dat is dat hier de roer. Ja, maar dat is allemaal. Ik ga even bellen, ook een blikje, ja. Meneer, mag ik uw APK-papier ook even zien in de verzekering? Die wacht, die heb ik nog niet. Dat is vorige week, 2 weken terug ook. Uw APK-bewijs? Nog niet. Oh, dat heeft u ook niet? Ja, daarachter zit er eentje. De RDW op. Nee, dat is nog vervolgd hier. Ja, oké. Is uw voertuig wel gekeurd, meneer? Nog niet. Is nog niet gekeurd? Volgende week dinsdag. Volgende week dinsdag. Wie heeft daar een afspraak voor? Ja. Ja? Door welke garage, vraag maar? Nee,
voorcontrole. Sorry? Voorcontrole. Voorcontrole? Ja, voor... Ja, bij welke garage? Bij Emos. Bij Emos? Ja. 25 mei 2010. We gaan het een en ander even nazoeken. Kom zo bij u terug, meneer. Ja? Goedendag, meneer. Als volgt. Ik heb begrepen, de auto staat op het moment niet verzekerd. Nee. En de auto is ook niet gekeurd. Niet. En mijn collega zegt, daar hou je al een keer voor. Nee, maar u blijft toch rijden. Nee. Alleen vandaag, zegt hij. Nee, gisteren. Ja. Maar als u de auto niet verzekerd heeft, mag u niet rijden. En hoe lang is de auto al niet meer gekeurd? Ja. Ook al een jaar niet meer. U weet dat de auto niet verzekerd is. Nee, dat is wat betreft de APK. Maar hoe zit het met de verzekering? Verzekering, die moet eerst APK. Ja. En dan rijdt u nu onverzekerd rond. Houdt ook in dat u niet meer verder gaat rijden. Maar die heeft ook nog een boete openstaan. Ja, dat weet ik, maar dat doen we niet. Ja, laat ik zo zeggen. Zolang het systeem staat dat dat openstaat, gaan wij dat innen. En als u een regeling heeft, dat kan, maar u zult nu die boete moeten betalen. Nou, ik heb vorig jaar zelf heb ik u bekeurd in Blerik. En toen zei u ook dat u je afspraak ging maken voor de APK. Het is niet gebeurd. Toen zei u ook dat de auto ging verzekeren. Het is niet gebeurd. Nee. Dus nu rijdt u niet meer, tenzij u daar de meeste APK keuren en de verzekering is afgesloten. En daarnaast moet deze bestuurder de openstaande boete contant betalen. Ja, de boete die hier open staat is €187,50. Die diende nu te betalen. Kan ik dat binnen? Bij ons niet, maar we kunnen wel hier in de straat aan de bank en dan kunnen die boete betalen. Oké. Maar zonder APK en verzekering mag de man niet meer verder rijden. Maar met de verzekering, gelukkig is een garage. Dat vind ik prima. Maar dan rijdt mijn collega die rijdt hem daar naartoe. Oh, ja. En u mag pas rijden als alles weer in orde is. Dus zo niet, ja, dan komen we ons weer tegen en dan lopen we de kans dat de auto in beslag wordt genomen. Dus mijn collega zet hem even daar op de parkeerplaats aan. Ja, maar oké. Dit is de tweede keer dat deze bestuurder zonder APK en verzekering wordt aangetroffen en de zaak wordt overgedragen aan de officier van justitie. Koos, we komen in ons programma regelmatig onverzekerde voertuigen tegen. Daar zagen we net ook weer een voorbeeld van. Hè? Is er eigenlijk bekend hoeveel onverzekerde voertuigen er in Nederland rondrijden? Ja, dat is bekend en dat zijn er heel wat. Dat zijn er 250.000. Nou heb ik begrepen dat er sinds kort een nieuwe methode geïntroduceerd is om die onverzekerde voertuigen te pakken. Klopt dat? Nou, die methode is niet helemaal nieuw. Wat we natuurlijk al jaren doen, is de zogenaamde registervergelijking. Daar wordt dus per kenteken gekeken of een voertuig verzekerd is. Maar wat wel nieuw is, is dat de gerechtelijke procedure verkort wordt. Vroeger viel het allemaal onder het strafrecht en nu valt het onder de wet Mulder en dan zijn de procedures veel korter. Stel nou dat je doelbewust rondrijdt in een onverzekerd voertuig. Wat kun je dan in de nieuwe situatie verwachten? Nou, in die nieuwe situatie kan je dan verwachten dat je via de registervergelijking 3 keer per jaar een bekeuring krijgt. Maar het is natuurlijk niet uit te sluiten dat sommige mensen onbewust in een onverzekerd voertuig rijden. Is dat niet een beetje sneu voor ze dat ze dan ook gelijk de hoofdprijs moeten betalen? Nou, met dat nieuwe systeem, hè, dus als het overgaat van het strafrecht naar Mulder, dan krijgen alle kentekenhouders die geen verzekering hebben, die krijgen eerst alsnog een brief. Daarnaast komt er echt nog een keer een campagne om de mensen erop te wijzen wat de gevaren zijn als je onverzekerd rondrijdt. Nou, en als dat allemaal gebeurd is, dan hoef je echt geen medelijden te hebben met de mensen die onverzekerd rondrijden. Tot slot, hoe hoog is de boete voor onverzekerd rijden? Nou, die boete bedraagt €380. Dat is misschien niet veel, maar je kan hem dadelijk in deze situatie wel 3 keer per jaar krijgen. Maar wat natuurlijk nog veel erger is, is dat als je onverzekerd rondrijdt en je maakt een aanrijding, ben je dus persoonlijk aansprakelijk voor alle gevolgen van die aanrijding. En dat kan in de honderdduizenden euro's lopen. We rijden mee met regio Brabant Zuidoost bij Eersel op de Rijksweg A67. Surveillante Jos en Ger zitten achter een vrachtwagen zonder deugdelijke verlichting. Een trekker alleen maar aan de linkerkant. En dat is natuurlijk foute boel, zeker wanneer het een kolos van dit formaat betreft. Dat is wel link, hè? Ja. De agenten zijn niet de enigen die dit hebben opgemerkt, want achter de chauffeur wordt met groot licht geseind. Ja. Hij knippert al. Zullen we duidelijk even meenemen? Jos spreekt de bestuurder aan. Heer, goeiedag. Enig idee waarom die auto's allemaal aan het knipperen zijn achter jou? Spijtig, dat is helemaal niks.
aanhangwagen zit helemaal geen verlichting. En dan trek het voertuig alleen maar aan de linkse kant. Nou, wij zitten ongeveer vanaf Veldhoven achter jou. Helemaal niks. Kijk maar eens. En hier is het helemaal dood. Ja. Ik zal ze wel, hè. Ja. Ja, net een eind over deze wel. Hoor. Maar ik krijg er wel een bekeuring voor. Ja. Want de gevaarzetting is in ieder geval dusdanig groot op de oude snelweg. Ja, dat klopt. Volgens mij is hij al een tijdje kapot, of niet? Nee, net een eind over deze wel. Ja. Nou, als ik zo eens even kijk, het zouten valt eruit uit de stekker. Ja. Dus volgens mij hebben we die al een tijdje niet gedaan. Nee, maar... Want dat kan niet, hè? Ja, maar we rijden elke dag met deze auto's hier op de snelweg. Dus ja, we kunnen ook niet... We kunnen die wagens natuurlijk niet zonder licht laten rijden. Nou, dat weet ik niet, maar... Volgens mij doet die al een tijdje niet. Ja, nee, dat... Als ik aan de stekker zo zie, dan zeg ik van... Dat belief ik niet te geloven. Nee, maar ik was al vanaf... In Eindhoven deed ik nog wel, want het is dan gewoon onverantwoord om ermee te rijden. Dus. Oh, ja. En achter? Deed je toen ook? Toen deed je dat, ja. Alles deed? Alles deed nog. En dan gaat de achter kapot en dan gaat hier kapot? Nee, ook van het rekken? Ik weet het ook niet. Ja, maar kijk, ik geloof niet in sprookjes, hè? Dat geloof ik niet, hè? Nee, dat snap ik ook niet. Toch? Hij deed net nog een eind over, deed hij nog. Ik heb nog bij de dag gelost. Maar dan gaat hij en hierachter kapot en hij gaat van een trek kapot. Dan gaat allemaal in een keer kapot, want hij heeft niks met elkaar te maken. Ja, dat weet ik allemaal niet hoe dat is. Ja. Hé, maar ik zou maar iemand gaan bellen die het kan maken. Ja. Ik ga even het bonnetje pakken. Hier is een rijbewijs alweer, alsjeblieft. Momentje. Nu stekken er, die rammel ik een beetje mee. Ja? Het zouten valt er zo uit. Nou, ik kan me nog meer vertellen. Maar ik geloof er niks aan. De Bonneke, in een week of 3, 4 krijg je nog verkeerde kaart thuis. Die betaald is mee afgedaan. 19 dus. 19? Ja. Ja? Oké, okay. Dan zijn wij klaar. Deze chauffeur mag niet verder rijden voordat zijn verlichting is gerepareerd. De bekeuring bedraagt €90, maar is inmiddels verhoogd naar €100. We rijden mee met de regio Gelderland midden in Arnhem op de Apeldoornse weg. Surveillanten Peter en Marcel zien hoe de bestuurder van een BMW de verplichte rijrichting negeert en afslaat naar het pompstation. Marcel spreekt de man direct aan. Politie. Ja. Hoi. Hoi. Wat je daar doet? Ja, dat weet ik, maar gewoon zo rijden helemaal. Ja. Ik is nu om de seconde weer. Als je het verkeerslicht kun je linksaf en dan kun je keren. Hè? Ik wil even je rijbewijs. Ik krijg een bekeuring voor. Bekeuring? Ja, ja. Hey, wat er gebeurd is. Waar komen rijden hier? Je mag hier nog vrij hard. Je rijdt naar de verkeerslichten toe. Je verwacht niet dat de mensen stilstaan, want daarom hebben ze ook geregeld dat het rechtdoor is. Mag je hier niet af dan? Nee, je mag niet afslaan hier. Maar ik moest naar de benzinepomp. Jawel, maar dan ga je maar naar de verkeerslicht en dan ga je hier gewoon weer rechtsaf. Oh, oké. Okay. Kijk maar, er staat aan boord. Je kunt hem hier vandaan zien, ja. Die blauwe. Ja. Dan moet je gewoon rechtdoor rijden. Okay. Toch? Ja. Dus vandaar dat je een bekeuring voor krijgt. Dat is goed. Hopelijk. Ach, stop, het laatste. Denk ik dat ik ochtends wel dronken ben of zo? Nee, dat denk ik niet. Maar het wordt voor de zekerheid wel even gecontroleerd. De rest blijf zetten. Gewoon met de camera, hè? Wacht even. Dat is goed. Wat is de boete van? €70 plus 6 euro administratiekosten. Ja, dat is nieuw. Ja, dat is een tijdje, maar ja, nog redelijk nieuw. Ik dacht dat je hier af mag horen. Kun je me nog beter filmen of zo? Laat hem nou maar gewoon normaal. Hij schijnt op mij. Ja. Hij kan beter gewoon die camera gewoon op jullie richten, niet op mij. Ga maar in je auto zitten, hè? Ga zitten in de rest. Ja, gewoon blijven zitten. Dat geeft zeker geen waarschuwing kunnen zijn, meteen een boete. Ja, ik vind het een gevaarlijke situatie, dus nee, daar schrijven we keuringen voor. En dat is ons waarschuwingssysteem, hè? Ja, was het iemand een hoogpief geweest, die had een waarschuwing gekregen. Hoezo? Ja, dat is altijd zo. Ben jij geen hoogpief dan? Nee, ik ben geen hoogpief. Nou ja, dat kan ik aan de buitenkant niet zien. Dan wil je daar verklaring bij hebben? Dat nergens op slaat. Waar staat dat bord trouwens? Ja, ik heb hem hier net aangewezen, hè? Ja, je hebt hem aangewezen. Maar kijk eens even mee dan. Je kunt hem hier vandaan zien, die blauwe. Geef een boeken aan, hè? Maak je geen zorgen, hij komt al uit de printer gerold. Ik zou heel wel met een ademanalyse in het laatste testje in de weer, dus allemaal goed. Hè? Deze, ik heb het bedrag al gezegd. In ieder geval, bedankt voor je medewerking. Ja, je handgeven. Nee, dan hou ik hem goed. Ja. Oh, hey, ja. Tot ziens. Ja. Fatsoenlijk een handgeven is er kennelijk niet meer bij, maar dat is natuurlijk je goed recht. De bekeuring bedraagt hoe dan ook €70.
Straks klopt er helemaal niets van deze aanhanger. Maar ik kan u ook het vel over de neus trekken, hè? Ik hoop ook dat u ziet naar Nederland naartoe gaat. Nou, ik hoop niet die kant op waar u naartoe wilt. Nee, want dat lijkt me niet slim. Ja, nou, laat de boel maar poffen. Ja. Dat is beter. Nee, we zijn blij met mensen zoals u. Straks klopt er helemaal niets van deze aanhanger. Maar ik kan u ook het vel over de neus trekken, hè? Ik hoop ook dat u ziet naar Nederland naartoe gaat. Nou, ik hoop niet die kant op waar u naartoe wilt. Nee, want dat lijkt me niet slim. Ja, nou, laat de boel maar poffen. Ja. Beter. Nee, we zijn blij met mensen zoals u. Eerder in ons programma zag u hoe de politie Limburg-Noord diverse wegmisbruikers op de bond slingerde tijdens een grote verkeerscontrole. En tijdens dit soort acties tref je altijd weer bijzondere types, zoals de bestuurder van deze Opel Astra die een partijtje planken vervoert. Hij doet dit namelijk op zo'n manier dat hij geen zicht in zijn buitenspiegel heeft en dus elk moment een fietser omver kan rijden, zoals we zien in Venlo op de Hagerhofweg. Bij de verkeerscontrole is het een drukte van belang en wordt deze BMW-rijder binnengebracht. Verkeershandhaving, leden van de staande houding, die heeft vrij donkere ruiten. En dan gaan we even een meting op doen of dat binnen de normen is. Dus als u de raam op deze hoogte dicht kunt maken. De lichtdoorlaatbaarheid moet volgens de regels 75% zijn. Valt u onder de 55%, dan krijgt u er een bekeuring voor. Dus, dit was 37. Ook 37. 37 en Lobart. 37. Ja. Dus alle drie de metingen zijn 37%. Dus dat is niet goed. Daar krijgt u een bekeuring voor. U heeft twee zijruiten. Dus ik mag twee bekeuringen schrijven. Maar luister, ik schrijf er maar eentje. Met 10 verstanden dat u, is dit folie, ja. Dat u die eraf haalt. Maar dat blijkt al met al gemakkelijker gezegd dan gedaan. Buiten de garage. Helaas blijkt het niet mogelijk om de folie direct te verwijderen. Ik ga even de bond binnenpakken. Met 10 verstanden dat u dit maar zo snel mogelijk oplost, ja, ja. Zie ik u de volgende week weer rijden. Dan krijgt u in plaats van 1 bekeuring, krijgt u 2 bekeuringen. En dan mag ik nog tevens het kentekenbewijs innemen. Ja, dus laat het niet zo ver komen, maak je werk van. Als u bent met de föhn even. Ik heb het net geprobeerd, maar dat gaat, nu moet ik naar ja, maar dat gaat lukken. Ik ga even een bonnetje pakken, ja? Ondertussen is een tweede bestuurder binnengebracht die een partijtje planken vervoert. Hoe wil je dat zien? Daar is het. Ja? Oké. Zijn we een raam of niet? Ja, dat klopt. En dan? Ja, dan zie ik van alles. Ja, oké. Als ik zo zie, zie ik heel veel planken. Maar u heeft geen zicht naar rechts. Ja, je moet niet naar boven kijken, je moet hier kijken. Dus, nee, ik kijk nu wel op uw hoogte. Ik ben op die hoogte, ja, okay. Je bent je nooit. Hier is mijn hoogte. Ja, oké, okay. Maar luister even. Zo gaat u niet verder rijden. U zult iets moeten verzinnen, maar dit is gewoon veel te gevaarlijk om zo te rijden. Mag hier blijven staan of niet? Ja, u staat hier nu prima. Dus. Oké, ja, weet ik niet. Ik zal eens gaan zitten dan op uw hoogte. Ja, ja. Doe maar. Dan zal ik eens kijken. Nee. Ik kan naar al kijken, ik kan achter de oude spiegel. Ja, u bedoelt, ik kan tussen de planken doorkijken, bedoelt u? Nee, onderdoor. Onderdoor? Ja. Ja. Maar als er van rechts iemand komt, bijvoorbeeld een fietser of een bromfietser. Ja? Zie je, als ik uit het raam kan kijken, kan hij ook een fietser zijn. Zal ik even de proef op de som nemen dan? Deze bestuurder kan ons nog meer vertellen, maar het is duidelijk dat het zicht op de buitenspiegel volledig ontbreekt. Ja, als u bent dat u zo kunt zitten in de auto rijden. Dus, kan ik altijd iets vertellen? Ja, iedere keer ik zit altijd zo. Ja, oké. Okay. Aan de stuur hou ik me vast. Maar ik vind het niet veilig, ja, dat hij zo oké, okay, dat is iets anders. Ja, oké. Okay. Ja, maar dan krijg je een bekeuring voor. En u mag van mij zo niet verder rijden. Ja, oké. Okay. U zult er wat aan moeten doen. Op een of andere manier of de lading herindelen. Of iemand laten komen die dan meeneemt. Maar zo kunt u niet rijden. Als daar dadelijk een fietser in die hoek zit, kunt u nooit zien met al die planken. Is fietser sneller als ik of niet? Wat zegt u? Is de fietser sneller als ik of niet? Ik ga niet om sneller als hij rechtsaf gaat. Ja, als ik raai, hè? Als ik raai, als daar een fietser is en ik kom eraan, heb je die fietser lang gezien. Ja. Ja, ja oké, okay, maar zo werkt dat het. Zo werkt het wel. Zo werkt het niet. Zo werkt het. Nee. Dat is misschien iets anders, maar te zeggen, ik zie de fietser niet. Nee, u moet de fietser alle is tijd, niet nooit sneller u moet dan alle tijden zicht hebben naar voren en ook opzij. En dat heeft u zo niet. Met die helm die je op hebt, heb je ook geen zicht. Moet je je hoofd draaien. Ja. Precies, zie ook geen fietser als je hoofd draait. Als ik dan mijn hoofd draai, zie je ook de fietser. Ja, maar dat...
Ik heb de proef op de som genomen, u heeft niet voldoende zicht. Dus u zult er wat aan moeten doen. Ja, dat zeg jij. U mag een verklaring geven dat u het er niet mee eens bent. Dat mag u geven. Dus, je mag aan. Dit duurt een week of 4 tot 6. Krijgt u accepteer ook binnen het boetebedrag €180. Waarvoor? Voor het geen zicht hebben naar de zijkant. Dan moet u even regelen dat er iemand komt voor de lading. Ik, okay. Ik zal mijn collega even vragen of u de motor wegzet. Kunt u daar de auto neerzetten? Dag meneer. Waarom? Ja. Deze bestuurder mag de openbare weg niet meer op voordat hij voldoende zicht in de buitenspiegel heeft. Vanwege de gevaarzetting bedraagt de boete €180. Koos, we zagen net een bestuurder die een partijtje planken vervoerde, waardoor hij onvoldoende zicht had. Daar heb ik zelf ook wel eens een paar plinten bij de bouwmarkt gehaald die langs die bestuurdersstoel staken. Maar is dat eigenlijk verboden? Nou, waar je dus op moet letten is dat de bestuurder alle handelingen moet verrichten die van hem worden vereist. Dus hij moet goed kunnen sturen, hij moet kunnen schakelen. Maar hij moet ook voldoende zicht hebben naar buiten. En niet alleen door het raam, maar ook nog een keer naar die rechte buitenspiegel. Zodat hij kan zien wat er rechts naast zijn auto en achter zijn auto zit. Maar als je dan zo'n lange lading hebt en ze moeten naar achteren, mogen ze dan aan de achterkant uitsteken? Ja, bij een personenauto mag de ondeelbare lading maximaal 1 meter aan de achterkant uitsteken. En moet er dan zo'n rood vlaggetje aan? Nee, er hoeft geen rood vlaggetje aan. Waar je wel op moet letten is dat de kentekenplaat goed zichtbaar is en dat de verlichting goed zichtbaar blijft. Wat je ook vaak ziet, dat bestuurders hun achterklep open laten staan als ze bijvoorbeeld een fietsje vervoeren. Is dat toegestaan? Ja, dat kan wel, maar dan moet aan die achterklep natuurlijk niet het kenteken zitten, want dan zie je het kenteken niet meer. En de verlichting moet ook goed zichtbaar zijn en je moet ervoor zorgen dat die fiets zodanig bevestigd is en zodanig vast ligt dat hij niet uit de auto kan vallen. Volgens mij staat er een behoorlijke boete op ondeugdelijk vervoer, maar als je een lading verliest, ben je volgens mij helemaal aan de beurt. Ja, als die lading uit de auto valt en er gebeurt een ongeval, ben je ook voor alle gevolgen aansprakelijk. Ik moet zeggen, ik vind wel dat er een hoop toeters en bellen komt kijken bij de vervoer van een partijtje hout. Nou, dat valt eigenlijk best mee. Want kijk, als je een beetje bouwmarkt, die kan ze voor een klein bedrag, kan die ze thuis bezorgen. En anders moet je gewoon een busje huren. Om een dure reparatie aan je auto te voorkomen is het belangrijk dat de distributieriem tijdig wordt vervangen. Want doe je dat niet, dan kan de riem na verloop van tijd breken, waardoor je motor compleet in de soep loopt. Deze Renault-bestuurder is kennelijk al 10 jaar niet meer in de garage geweest en denkt dat het allemaal wel los zal lopen. Maar dan komt ze van een koude kermis thuis, zoals ze zien in Tilburg op de Ringbaan Zuid. Surveillanten Mark en Remco zien hoe de bestuurder van deze Renault Twingo stilstaat op de weg. Hallo. Hallo, ik ben met de ANWB en ik mijn auto die het dagje uitgevallen. Ja, zullen we eerst even kijken of we je van de weg kunnen halen? Want ja. Je staat zo gevaarlijk hier. Ja, ik weet echt niet wat ik moet doen. Nee, nou, we zullen even een stukje naar de weg, naar de kant duwen. En daarom hier aan de kant. Ja. We gaan hem eerst even een stukje aan de kant duwen. Eigenlijk zit hij... Okay. Die E-reis, dat hij in ieder geval van deze reis ook af is. De sleutel erin laten zitten, anders slaat hij het stuurslot. Even gewoon naar rechts toe, even hier aan de kant. Nee, dat hoeft niet. We doen hem wel even naar de kant duwen. Okay. Sturen? Ja, moet ik niks doen? En niet remmen? Okay. Nee, vooral niets doen, behalve sturen en in zijn vrij zetten. Dat moet toch wel lukken, zou je zeggen? Ik pak even de auto. Ja. Wat een goede dag voor ik vandaag. Hartstikke mooi, Remco. En zo kom je ook nog eens aan je lichaamsbeweging. Bedankt, jongens. Ja hoor, geen probleem en recht zo die gaat. Zo. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Oké. Okay. Nou, even. Weet je nou dat je ook hier staat? Of, nee, dat kan. Zal ik even terugbellen ik jou ja, was? Ja, doe ik. En in ieder geval een goede daad verricht. Ja, heel erg bedankt. En jij hebt weer iets voor op een feestje te vertellen. Ja, lach er maar om. Ondertussen is de wegenwacht gearriveerd en die weet al snel een diagnose te stellen. Kom er maar eventjes uit. Je distributieriem ligt eraf. Helaas. Oké. Okay. En we kunnen hier zien, hij is vervangen op 2003, dat is 7 jaar geleden, 8 jaar. Ja. Dan zit er tijd aan. Ja, ik heb nog 5, 6 meter, of 80.000 kilometer. Oké. Okay. En dat is niet te laat. Daar kun je niet meer rijden. En dus zal er een sleper moeten worden gebeld en kan deze dame een hele dure reparatie tegemoet zien. Van Brabant gaan we terug naar de regio Limburg-Noord in Venlo op de Hagerhofweg. De verkeerscontrole in samenwerking met de Belastingdienst is nog altijd vol in bedrijf. Er staan 3 aanslagen open, dus een bedrag van €383. En er zit ook alweer een nieuwe, die heeft u ook al net gehad. Ook weer een bedrag van €102. Bij elkaar maakt het €485. We hebben nu 1 probleem. Er moet nu ter plekke betaald worden of de auto moet blijven staan. Ja.
En dit slechte nieuws hakt er bij dit stel behoorlijk in. Ik ben 2 jaar geleden geopereerd door een ziekte. Ja. En daarna ben ik nog twee keer geopereerd. Ja. En ik moet om 2 uur moet hier zijn, omdat ik nou van de ziekte weer naar de WO ben gegaan. Dan krijg ik net aangenomen in de gegeven in de maand. En dit is het belangrijkste, want deze meneer die kan voor mij in ieder geval heel snel mogelijk een opleiding en werk vinden. Ja. En heb ik deze auto echt nodig? En ik ga echt naar de stad. Ik begrijp uw probleem en ik begrijp ook dat het heel belangrijk voor u is. Ik bedoel, daar heb ik ook wel begrip voor, maar op dit moment is het gewoon een probleem. En als het bedrag niet betaald wordt, ja, dan kan ik u niet laten rijden. Wat zou u wel kunnen betalen? Op dit moment? Ja, op dit moment. Ik zal kijken, want dit is het alles wat we hebben. Is er een mogelijkheid dat er iemand hier naartoe kan komen om in ieder geval een groot gedeelte van de schuld te betalen? Dan wil ik overleg plegen of we nog een mogelijkheid hebben om op de auto wel een beslag te nemen, maar niet gelijk af te slepen. Ik wil voor je meedenken, maar dan op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Ik weet het niet. Die heeft geen rijbewijs, die doet die geen rijden. €250 moet er zeker komen. Nu direct. En dat kan niet als we thuis komen? Nee, dat zijn helemaal, We zijn natuurlijk niet voor niks met dit soort acties bezig. Anders dan, ja, maar ik wist niet eens dat er zo'n bedrag ook was. Maar daar heeft u echt aanmaning voor gehad, herinneringen voor gehad, dwangbevelen voor gehad. Dus ja, die zijn allemaal verstuurd. Ja, maar ik heb wel brieven. Wat ik net zei, iedere maand wordt er zoveel bedrag. Weet je wel, wat je krijgt, iedere maand krijg ik zo'n Ja, maar dat komt dat u dat u zelf niet betaalt. En houden wij het van uw geld en wat u elders te goed krijgt. Dus dat snap ik. Ik heb daarover gebeld. Ja. Wat hij net zegt, hij heeft €834. En we zijn wel met de kinderen. Ja, ik begrijp voorkomen dat het heel moeilijk is. Ja, dat het dan even moeilijk was. Dus hij is blij dat hij nu dit kan gaan regelen, dat hij kan gaan werken. Ja. Ik wil die brief even meenemen. Ik overleg het even, maar put er geen hoop uit, want ik denk niet dat het gaat. Maar ik wil het wel even overleggen dan. Ik kan wel regelen dat als ik thuis kom, dat ik zijn moeder bel, dat hij dus dat bedrag overmaakt. Ja, maar ik moet het eerst overleggen. Normaal gesproken is dit soort actie is betalen. Niet betalen, auto laten staan. Ook al klinkt het hard, dat is zijn helemaal niks. Normaal gesproken ben ik ook van, maar het is nu gewoon, wij zitten al 2 jaar in een rot situatie. Ik ga even kijken wat ik kan doen, ik ga het overleggen, ik kom zo bij je terug. Ja? Ik heb overlegd en we kunnen de auto niet laten gaan. Het moet nu betaald worden. Dus je kunt u meneer bellen dat u in ieder geval nu niet kunt komen of later kunt komen. Maar ik heb geen andere oplossing. Dus de auto die moet hier blijven staan. Die wordt door ons afgevoerd. Kunnen we ergens bellen? Want ik heb... Ja, u mag mijn telefoon gebruiken. Mag ik wel uit mijn auto? U mag helemaal uit de auto, ja. Hoe triest deze situatie ook is, de Belastingdienst kan helaas geen uitzondering maken. Maar dan lijkt er toch licht aan het einde van de tunnel te gloren. Ja, oké. Nou, ik hoop zo snel mogelijk. Ja. Ja, oké. Sorry voor het ongemak. Zo stuurt iemand die het geld komt brengen. Oké, nou dan kunnen wij een vakantie maken. Dan kunt u weg. Ja. Ja, nee, ik snap het allemaal. En ik ben ook nooit tegen die acties, absoluut niet. Maar het is gewoon, wij zitten gewoon in zo'n kutsituatie. Maar ja, het wordt nou opgelost, gestuurd iemand met het geld. En zo kunnen de vorderingen alsnog worden voldaan. Kijk eens af. Ja, geef deze prijs voor goed gedrag. Dat is goed. Ik heb betaald, fijn. Bedankt. Heel succes. Kentekenbewijs heb je? Dat teruggeven aan... Ik weet niet of kentekenbewijs heb je? Niet kentekenbewijs, Succes. Heb je die al gecheckt? Ja. Dat is uit van de zaakje. Hoi. Ja, we zien elkaar, hè? Ja, oké. Goed. Doei. Deze mensen ontsnappen ternauwernood aan een inbeslagname van hun voertuig... en wij hopen dat ze een oplossing voor hun penibele situatie zullen vinden.
Koos, we zien de laatste tijd wel vaker dat de politie samenwerkt met de Belastingdienst. Maar waarom is dat eigenlijk? Nou, ze hebben op zich niet zo gek van met elkaar te maken natuurlijk. Politie is meer voor de verkeersveiligheid en de Belastingdienst is echt om de penningen te innen. Maar het is redelijk handig en effectief om dat samen op te zetten. En voor de weggebruiker is het natuurlijk ook wel weer prettig dat je niet de ene dag in een controle loopt van de Belastingdienst en de andere dag weer in een controle van de politie. Maar waar is die Belastingdienst specifiek dan naar op zoek? Nou, er zijn natuurlijk mensen die rijden auto's zonder een motorrijtuigenbelasting te betalen. Er zijn mensen die ontduiken de invoerrechten. Of die met een auto rijden waarvan ze opgegeven hebben dat ze uitsluitend zakelijke kilometers rijden, maar toch mee onderweg zijn naar een pretpark of naar een zomerhuisje bijvoorbeeld. Dan maakt de Belastingdienst bij dit soort controles gebruik van voertuigen met een zogenaamd ANPR-systeem. Wat is dat precies? Nou, dat is een systeem waarmee automatisch nummerplaten worden herkend. Je kan er dus kentekens in stoppen waar iets mee aan de hand is. En dan geeft het apparaat een zogenaamde hit. En dan kan dat voertuig worden staande gehouden en gecontroleerd. Maar als ik het goed begrijp, is het eigenlijk alleen maar stom toeval dat er wanbetalers langsrijden en moeten lappen. Kan die Belastingdienst dat niet op een andere manier oplossen zelf? Nou, het blijkt over het algemeen aan het eind van zo'n controle dat er nogal wat tussen zitten die toch nog wat te betalen hebben. Als de Belastingdienst thuis gaat, dan moet je maar afwachten of de mensen thuis zijn. Plus dat er nog een keer bij komt dat veel mensen geen juiste adres hebben. En met dit soort systemen worden gewoon de kentekens eruit gepikt waar wat mee aan de hand is. Stel dat je voertuig in beslag wordt genomen en je kan niet ter plekke betalen. Hoe gaat zo'n zaak dan verder? Nou, dan wordt het voertuig naar het bureau overgebracht. Daar kan je dan nog naartoe komen met een zakje met geld om alsnog de boete of de schuld te betalen. Maar anders wordt het voertuig verkocht. Van de opbrengst wordt de schuld betaald en wat er over is krijg je terug. We rijden mee met de regio Gelderland midden in Arnhem op de Amsterdamse weg. Surveillante Peter en Michel zien een aanhanger met ondeugdelijke verlichting. Ja. Zien we bellen? Kan bij de hand aan het sturen. Volg aan. Peter spreekt de bestuurder aan. Goedemiddag. Is er rijbewijs bij u? Nee, ik heb het op beneden bij. Ja. Iets anders bij u? Het is allemaal in de portemonnee. Alles in de portemonnee. Het feit waarom u hem aan de kant zetten, is de verlichting op de aanhangwagen. Doet helemaal niks. Wil je even richting aangeven? Want mijn collega die staat nu even te kijken. Aan de andere kant. Ja. Doet het remmen? Maar remmen doet het niet. Mag de deur even open doen? Ja, vast wel. Dag heer. Ik zou graag even een blaassessie bij u af willen nemen. U weet hoe dat werkt? Ik heb het nog nooit gedaan. Nou, het is een kwestie van goede terug lucht te nemen. Op het lippentuitje plaatsen en blazen tot ik stop zeg. In één toer door. Blazen, blazen, blazen. In één toer door. Dat ja, was... nou, meer lucht heb ik niet. Maar zoveel lucht hoeft het ook helemaal niet te geven. Oh ja, nou, dat dit weet kost ik niet. U een keer in de longen. Ja. Gewoon even rustig blazen. Als u een ballon opblaast. Heeft het ook doe geen ik zin? Ook nooit. Heeft het ook geen zin om op zo op de manier op te blazen? Hebben wij geen tijd voor om een ballon op te blazen? We moeten werken. Ja. Leuk antwoord. Ja, hè? Een heel leuk antwoord. Ja. Maar. Weet toch hoe een ballon opblaast of niet? Aan het maken. Nee, wij zijn ons werk aan het doen. Nee, dit noem ik geen werken meer. Goed, mag even blazen. Blazen, 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 blazen. Gewoon even rustig ja, aandoen. Ja, ik heb niet meer lucht, joh. Je moet gewoon rustig aandoen. Ja, nou, ik blaas nee, gewoon. Je mag gewoon rustig aandoen. Je blaast nog steeds hard. Maar uiteindelijk is het gewoon goed. Ja, maar dat wist ik wel. Ja, maar we controleren het gewoon alleen ja. Even. Dus. Als iemand die werken wil, die... Ah, joh. Wij doen ons werk. Dat is helaas nodig. Maar kennelijk sommige mensen de spullen niet voor elkaar hebben. Wat is de enige voornaam? Ik dacht het wel. Ja. Dat is mijn moeder even. Weet ik. En uw geboortedatum is? 82. Ja, en welke... 17. En welke maand? Ja, Pieter. Welke maand bent u geboren? Ja, Pieter. Ja, Nico. Ja, hi. Hallo. Hallo. Hè? Jij belde? Ja, maar dat is niet meer nodig. Oké, okay, welke maand bent u geboren? Achtste. Achtste. Waar moet u naartoe? Aan mijn werk. Ja, en waar is dat? Overal. Overal? Ja, ik ben over heel Nederland heen. Ja. En u gaat het nu nog maken, zometeen? Vanavond de zaak, hè? Vanavond de zaak. Nou, loopt u het risico dat u meer bekeuringen krijgt, hè? Helemaal aan de ruiten met de mobiele? Jongen. Dit is hem. Ja, de losbrekremmingrichting. En de losbrekremmingrichting, die is ook bijna caduc. Maar niet helemaal, die is caduc. Nee, maar
is niet de bedoeling dat u zo rijdt. Want dan of het breekt gewoon los en het doet zijn werk niet. Maar volgens mij maakt het u allemaal niet veel uit, hè? Nee. Nee. Zo'n bijstand niet. Nee. Als ze zelf tijd hebben om iemand in de kamer te rijden, dan hadden ze niet de kamer. Ja. Maar kan u ook het vel over de neus trekken, hè? Ja, dat kan ook. Ja. Ik hoop dat u mij begrijpt. Ik hoop niet die kant op waar u naartoe wilt. Want dat lijkt me niet slim. Ja, nou laat de boel maar poppen. Ja. Dat is beter. Nee, we zijn blij met mensen zoals u. Ja. Ja, daar moeten we blij mee zijn. Deze bestuurder heeft een behoorlijk grote mond, maar komt desondanks nog goed weg. De bekeuring blijft namelijk beperkt tot de verlichting en die bedraagt €100.